Het stortte echt enorm in elkaar. Ja. Het was echt uh, een klassiek voorbeeld van uh, faalangst die werkelijkheid wordt. In hoeverre was de Nederlaag te wijten aan een mentale kwestie? Nou, uh, 98 procent. Nee, het overgrote deel van deze Nederlaag is mentaal. Want ik denk dat al die dingen die ze voor afval hadden besproken en uh, weggezet. en de kuip die al vol zit. en de koolsingel die al werd afgezet. Ik denk dat dat eigenlijk de Gode Verzoeken is, letterlijk en figuurlijk. Er speelt Feyenoord Zondag thuis. Is dat nou juist wel in het voordeel of in het nadeel omdat er dan nog meer druk komt kijken? Um, ik denk dat de druk zwaarder weegt dan het thuisvoordeel. Wat moet Feyenoord nu doen deze week? Het beste wat je nu kan doen is het zoveel mogelijk proberen hetzelfde te laten zijn als alle andere wedstrijden. Dus als je het weer terug kan brengen naar het is één van de 34 wedstrijden, dan heb je de beste kans op een goede afloop.